Aan de commissaris Terkouwweg ter hoogte van de sluis de Jachtlust in Kommerwijnen is er vanmiddag een enorme wegverzakking ontstaan. Door het constant stromende water wordt de verzakking steeds groter. Auto's moeten nu via Alkmaar hun weg vervolgen. Maar ook voor bromfietsers en voetgangers is er een ernstige waarschuwing om de weg te vermijden. Voor het gemotoriseerd wegverkeer en de bewoners heeft districtscommissaris van Kommerwijnen, Mohamed Safik Rajab, een belangrijke oproep. Ik roep van hieruit de gemeenschap van Kommerwijnen, mensen die bijvoorbeeld nu Amsterdam moeten aandoen, nu via Tamaregio weg naar Alkmaar, Marienburg en daarna thuis aankomen. En die mensen die van nu Amsterdam Paramaribo willen bereiken, die moeten dan terug via Alkmaar, Tamaregio en dan weer naar Amsterdam. Dus het is eigenlijk een probleem hier. Je gaat niet langs kunnen gaan. Je ziet het zelf. Ik zal de politie van Kommerwijnen op de hoogte stellen dat ze toch een beetje rekening houden met die mensen. Want het is wegomlegging. Het zal zeker een half uur meer vergen om dan thuis aan te komen. Dus van hieruit roep ik de gemeenschap om een beetje geduld te betrachten. Rajab zegt voorstander te zijn van een duurzame oplossing van het probleem. Als je weerszijde ziet van waar het nu het probleem is, dan ziet u dat er rivierwater steeds eb en vloed wordt hier. Dus ik heb gevraagd dat er damwanden komen en dat het hier voor eens en altijd met betonnen werk hier wordt aangepakt. Niet alleen dat men duiker plaatst, maar dat men ook hier die betonnen wering aanbrengt, zodat het water makkelijker naar buiten kan gaan. En hier is altijd een kleppendeksel geweest. Eb en vloed ging het zelf reguleren. Dus we hebben geen sluis hier. Voor de DC is de totale weekend lockdown een goede uitkomst om te werken aan de verzakking. Met de aannemer zal er worden gewerkt op dat de weg maandag weer begaanbaar is. In onze nieuwsuitzending van morgen komen wij hierop terug.